Spraak, de Haan de Box Fashion van de Hoge Raad gaat eigenlijk over een uitgeslapen werknemer en de ijzeren proeftijd. Um, zoals iedereen, denk ik wel weet, is een opzegging in de proeftijd aan weinig regels uh, gebonden. Natuurlijk moet een proeftijdbeding geldig zijn overeengekomen, het is aan een bepaalde maximumduur uh, verbonden, um, maar de opzegging, uh, ja, die is aan weinig regels gebonden. Uh, de, hij mag niet discriminator zijn. Um, de wegensopzegverboden verboden gelden en er moet zo'n nodige reden worden gegeven, maar dat is het dan ook wel zo'n een beetje. Een je vergelijkbaar eigenlijk met wat je in veel Amerikaanse staten hebt: de at-will employment. De keerzijde is wel dat de Hoge Raad zegt: ja, dan moeten we die wettelijke regeling wel heel strikt uitleggen, want het is zo'n vergaande uitzondering op het normale stelsel um, he, dat we geen ja, ruimhartige uitleg van die proeftijdregeling kunnen hanteren. En daar is. Um, de uitspraak in de Haan de Box Fashion is een mooi voorbeeld van. Wat speelde er in die zaak? Uh, werknemer De Haan komt in dienst bij de Box Fashion en heeft een proeftijd van twee maanden. En Die gaat in op 15 oktober 1990. En liep dus af op 14 december 1990. Een paar dagen voor de 14 december vertelt de directeur van het bedrijf tegen een paar collega's van de betrokken werknemer dat hij. De Haan op vrijdag bij zich zal roepen. en dat hij dan zal mededelen dat hij wordt ontslagen. En die vrijdag was de 14e december, de laatste dag. De Haan die krijgt hier lucht van. en die komt niet opdagen op het gesprek op de 14e december. Vervolgens uh, belt de directeur De Haan op zondag de 16e op. en deelt hem mee dat hij is ontslagen tijdens de proeftijd. Dat was dus buiten de twee maanden. De zaak komt bij de Hoge Raad. En Raad zegt, dus ja, die regeling ten aanzien van de proeftijd, die moet je uitleggen op een wijze die past met het strikte karakter wat die uitzondering eigenlijk is op het reguliere stelsel van ontslagbescherming. En eigenlijk zei de werkgever hier, ja, het beroep van die werknemer op um, de proeftijdregeling is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. De Raad zegt dat kan onder omstandigheden wel zo zijn dat zo'n beroep van de werknemer. Um, onder omstandigheden, uh, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onervaardbaar is. Maar aan die omstandigheden moeten dan wel hele hoge eisen worden gesteld. En dat was hier niet het geval, zei de Hoge Raad. Eigenlijk twee redenen. Eén, de werkgever had ook tijdig schriftelijk kunnen opzeggen. Um, en ten tweede, zegt de Hoge Raad, ja, de werknemer of de werkgever had er ook rekening mee moeten houden uh, ja, dat die werknemer lucht zou krijgen van dat gesprek. Um, uh, of van de inhoud van het gesprek dat op die vrijdag gepland stond. Zeker ook door het door collega's, tegen collega's al te zeggen. Um, ja, en dat komt dan dus voor uh, rekening en risico van de werkgever. Wat is nou... Dat um, is dus een, een, een duidelijk voorbeeld van wat in de doctrine wel de ijzeren proeftijd wordt genoemd. Hè? Eigenlijk gewoon geen ruimte voor uitzonderingen op het wettelijke systeem. Um, wat zijn nou een paar andere voorbeelden nog? Een ander voorbeeld is, een te lange proeftijd converteert niet in een geldige proeftijd, ook al wordt binnen de wettelijke termijn opgezegd. Als voorbeeld, stel er is een contract voor onbepaalde tijd met een proeftijd van drie maanden erin. Dat is niet geldig, want een proeftijd mag maximaal twee maanden zijn. Maar stel nou dat er wel een drie maanden proeftijd wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst en er wordt binnen twee maanden opgezegd, of misschien wel binnen een maand. Dus binnen de wettelijke duur. Converteert dan die uh, ongeldige proeftijd toch in een geldige proeftijd? Nee, heeft de Hoge Raad gezegd in het arrest Hensbergen. Dat is N.J. 1988-232. Um, want, zegt de Hoge als we dat zouden aanvaarden. dan moet je in feite van de werknemer verwachten. dat hij weet dat een proeftijd maximaal maar een x aantal maanden mag zijn. Um, en ja, he, dat, dat is er eigenlijk een. Een, een, een risico dat we niet bij de werknemer willen leggen. Dus we hebben gewoon een hard en fast rule. Te laat is te laat. Uh, en een, een um, uh, te lange proeftijd wordt niet geconverteerd naar een geldige proeftijd. Ook al is die opzegging binnen de wettelijke termijn gedaan. Een tweede voorbeeld is geen opschorting of verlenging van de proeftijd. Dat zie je nog best wel vaak: hè, dat een werknemer is aangenomen, uh, gerecrued som, uh, soms, um, en uh, is tijdens de proeftijd ziek. Uh, of gaat een deel op vakantie. Uh, of in coronatijd, de tent is een tijdje gesloten. Het kan allemaal. Uh, mag je dan de proeftijd verlengen of opschorten? Daar zegt de Hoge Raad ook nee. Uh, Arrest Keizer van Dijk en die in 1984-332. Dat had de Hoge Raad ook al eens een keer in 1954 gezegd. Um, die proeftijd kan niet worden opgeschort of verlengd. Ook niet als dat in zo'n geval misschien wel in het Um, belang van de werknemer is. Want wat is het gevolg he, als een werkgever zegt... ja, ik heb je eigenlijk niet goed kunnen beoordelen... want je was ziek. Ja, de werkgever moet dan het, nou ja, de keuze maken... neem ik het zekere voor het onzekere en zeg ik dan maar op. Of ga ik de gok met iemand aan... die ik nog eigenlijk helemaal niet echt op proef heb gehad. Voor het laatste is nog wel een oplossing... in de literatuur of in de, in de rechtspraak te vinden. Um, en dat is he, als een... Uh, dat wel een proeftijdontslag wordt gegeven... maar dat aansluitend een kortdurend bepaalde tijdcontract nog wordt gegeven. Um, dat is in een aantal zaken aanvaard. Ik geef even twee vinplaatsen. RAR 2020-138 en JAR 2010-184. Um, dat moet je als werkgever wel goed motiveren. Want eigenlijk is het natuurlijk een beetje gek... dat je opzegt in de proeftijd... maar vervolgens toch met iemand verder gaat voor een bepaalde tijd. Maar als dat... Wordt vastgelegd en wordt toegelicht dat het in het belang van de werknemer is, misschien wel op het verzoek van de werknemer, omdat ja, hij graag nog wil laten zien wat hij kan, omdat hij dat in de proeftijd niet heeft kunnen doen, dan kan dat onder omstandigheden goed gaan. Een laatste voorbeeld van de ijzeren proeftijd. Voorafgaand aan de ingang van de arbeidsovereenkomst um, werkzaamheden verrichten, um, zeker als dat beloond is, en dat kan ook bijvoorbeeld door uitgestelde vakantiedagen zijn, betekent dat op dat moment de proeftijd Ingaat. Um, dus ook dat is een risico voor werkgevers. Dat was de bespreking van De Haan, de Box Fashion.